Laten we deze film beginnen met Emma op haar best. Als ik aan Emma denk, zie ik vooral een heel levenslustig meisje. Ik vind haar niet iemand die zich bij de dood heeft neergelegd. En dat vind ik ook, dat ontroert me ook steeds als ik aan het monteren was. Dat je constant die vechtlust en die bereidwilligheid om te strijden zag. En dat, ik denk dat haar dat ook langer dan eigenlijk zou moeten kunnen op de been heeft gehouden. Ze had echt zo'n droge humor en zo'n lekkere vette lach. Dat was wel heel puur. In de zomer van 2010 heb je Jordan niet gezien. Ik heb heel veel 's nachts haar beelden bekeken. En ik betrapte mezelf erop dat ik vaak door mijn tranen heen zat te lachen. Omdat ze gewoon met het laatste stukje leven wat ze nog had, dat gebruikte ze vaak voor grappen. En ze was ook heel erg, ze had heel veel zelfspot. En ze was zich ook heel erg bewust van wat ze nou eigenlijk aan de hand was. En dat was een hele mooie eigenschap. En dat maakte het ook heel draagbaar om dit te kunnen doen. Ik heb er ook gelukkig heel veel zien lachen. Het kind loopt als ze hier af. Ze zuigt ergens een fles. Ze stikt half. Ja, maar toch is maar, het... Maar, weet je, ze denkt, laat ik lekker de zee induiken. Ja. Als Mozes. Ze deed gewoon een op camera een bijna een soort stand-up. Zo van, nou ja, ik hoop dat ik het red. En als ik het red, dan gaat deze film over hoe je uit een achterlijke situatie terug kunt vechten. En als ik het niet red, dan hoop ik dat het wordt opgepakt. En dat, dat wordt aangetoond hoe hard deze ziekte eigenlijk is. En hoe relatief makkelijk je eraan dood kunt gaan zonder dat je dat zelf doorhebt. Het is weer even documentary of Emma's recovery or not. Maar ja, dan hebben we een leuke herinnering, toch, jongens? Dit doe ik op gevoel en naar eer en geweten. En met zoveel mogelijk overleg met alle betrokkenen, echt dagelijks. En samen zijn we hier toegekomen. Dus wij denken dat dit gewoon, dat dit het moet zijn. Dat dit is wat Emma graag wilde. Naast beter worden. Ik doe het ook maar één keer. Ik ga het niet nog een keer doen. Dus ik hoop dat... Dat mensen die nu strijden zich vooral geïnspireerd voelen om iets met haar laatste woorden te doen.